weet je, dat taaltje dat spreek ik niet en moet ik dat op gaan zoeken, maar dat is helemaal niet... Taalkursus! Nou precies, je kan het helemaal niet goed vinden, die taal. Hallo, wij zijn Jillis en... Tobias. Ja, en we hebben een paar vragen voor je opgestuurd gekregen. Yes. Dus die gaan we nu even behandelen. Vraag 1. Hoe oud ben je? Ik ben 20 jaar. Vraag 2. Wat vind je het leukst aan het spelen in Spangas? Zo'n jonge en dynamische groep, waarin er staan zoveel verrassingen voor de deur. Er komt weer iemand daar vandaan en met zo'n opmerking. Er gebeurt heel vaak iets wat je niet verwacht en dat vind ik heel erg leuk om mee te spelen. Vraag 3. Hoe ben je bij de cast van Spangas gekomen? Ik heb een oproep gezien bij Cameracasting. Ik heb ook auditie gedaan. Ik heb 3 rondes gedaan. De eerste ronde moest ik een eigen video maken en de tweede ronde was bij Cameracasting. En de derde ronde was hier op het Spangalis. Dus dat vond ik heel erg leuk en ik had daar heel erg veel zin in. Dus ik was ook voor die auditie was ik echt zo gaan zitten van ja, dit wordt hem gewoon, dit wordt echt super leuk. En ik ga echt die... spannend. Precies. En ik heb het zo naar mijn zin gehad en ik heb echt heel veel lol gehad en dat heeft denk ik gewerkt. Vraag 4. Wat is je grootste blunder op de set? Ik weet nog wel een moment in de eerste week van Spangas. Ik ging een foto van de groep maken. En bij die foto moest ik zeggen, "Zee Spangalis!" En ik zei continu, omdat ik dat ergens had gelezen, "Zee Spangalibut!" En ze gingen zo... Ik heb het 3 keer denk ik opnieuw gezegd. Dat Spangalibut zat er zo in. Vraag 5. Hoe is het om jouw personage te spelen? Ik had hem heel erg onzeker ingeschat, dat karakter. En had ik later een gesprek met de schrijfster. En zij zei nee. Hij is een hele gezellige Bourgondische genieter. En met zijn gezin erbij. Wat dacht je toen? Nou, toen dacht ik yes! Ik was daar heel blij om dat het zo'n vrolijke en gekke knul is. Dus het werd nog leuker dan het eigenlijk was. Ja, ik had alleen nog meer zin erin. Dus dat was heel leuk om te horen. Vraag 6. Met wie van de Spangalisten zou je willen ruilen van rol? Het karakter van Shirley denk ik het meest grappig vinden. Dat lijkt me echt heel geestig. Vanwege haar grote... Ja, en haar aanwezigheid en al haar gedachten spreekt ze uit. En continu laat ze weten wat ze ervan vindt. Ja, dat is wel lekker toch? Er zit geen rem op, denk ik, in het karakter. Ja, precies. Dan gaan we naar vraag 7. Yes. Ben je wel eens verliefd geworden op je tegenspeler? Kom maar, is het al gebeurd in 1-2 weken? Nee, bij Spangas niet. Oké. Nee. Het is er bij mama niet gebeurd. Nooit ook geen spanning, dus niet verliefd hebt, maar wel dat je dacht, er zit iets meer? Vraag 8. Met wie zou je voor een dag van leven willen ruilen? Ik heb wel heel veel bewondering voor de artiest Ed Sheeran. Het is heel gaaf hoe hij altijd in zijn eentje in zo'n mega stadion staat. En heel veel mensen hebben een band achter zich en achtergrondzangeressen en dansers, weet ik veel. Maar Ed Sheeran die staat altijd alleen met een pedaaltje waarin hij zijn eigen muziek alle verschillende melodieën speelt. Daar heb ik altijd heel erg veel bewondering voor en dat lijkt me ook heel gaaf om te doen. Ja. Dus er zit meer talent dan alleen maar acteren bij jou, hoor ik dus zo. Nee, ik vind het heel erg leuk ook om te zingen, dus dat doe ik. En hij heeft een mooie stem, kan ik je vertellen, want ik heb het wel eens in de wandelgang gehoord. Nee, maar niet om te slaan, maar het is echt zo. Ik heb al gezegd, zing een liedje voor me, maar dat moet nog komen. Ja, dan wacht ik op een speciaal moment. Ja, oké. Dus die gaan we ook nog krijgen. Ja. Vraag 9. Vind je jezelf op jouw personage in Spangas lijken? Otis heeft zeker wel overeenkomsten met Tobias, en zeker Tobias jonger. Otis is altijd heel erg bezig met iedereen naar zijn zin te maken en om het iedereen heel erg leuk te laten hebben. En ik heb dat ook altijd gedaan in mijn leven. Dat is een beetje een soort van mijn doel eigenlijk in het leven. Om altijd mensen vrolijk te krijgen inderdaad. En ja, soms vergeet ik mezelf erdoor en dat doet Otis ook een beetje. En dan komt ineens die klap binnen van zo, weet je wel, ik heb zelf ook best wel mijn dingen. Heb je ook iets wat totaal niet lijkt op... Of zeg maar een karaktertrek van Otis, dus je denkt, nee, dat is echt geen Tobias. Nou, Otis die heeft wel eens dat hij zijn mond eerder voorbij praat. En dus hij zegt dan iets eerder dan dat hij erover na heeft gedacht wat de impact kan zijn. Dus hij is heel erg recht voor zijn raap. En dat, zeker vroeger was ik dat helemaal niet. Ik dacht wel heel erg na over wat ik ging zeggen en hoe dat zou kunnen zijn voor de ander. En nu, ik heb dat nu wel iets meer, omdat ik ook... een beetje mezelf dat heb aangeleerd van, weet je, soms dan moet je ook gewoon kunnen zeggen wat er als eerste in je opkomt, want dat is gewoon, ja, hoe jij erover denkt en jouw mening is net zo belangrijk.
We hebben nog de laatste vraag, vraag 10. Is er ooit een moment geweest in Spanglas dat je iets niet wilde doen? Ik heb bijvoorbeeld in Spanglas hebben we aan het eind zo'n kort fragmentje vaak met een van de acteurs of ze noemen dat een tag scene. En ik heb er toen eentje moeten doen als een bepaald filmkarakter wat ik ga spelen in Spanglas. Wat Otis gaat spelen in Spanglas. Ja. En die heeft een heel ander soort taaltje. En, daar heb je mee gestruggeld dus. Ja, ik dacht van, nee, maar weet je, dat taaltje dat spreek ik niet. En moet ik dat op gaan zoeken? Maar dat is helemaal niet... Taalkursus! Nou precies, je kan het helemaal niet goed vinden, die taal. En dus ik had wel zoiets van, jeetje, ik moet 15 seconden met... En 15 seconden zijn heel lang als je het zelf gaat tellen en bezig bent voor de camera. Dus dus ik zat met die woorden en op een gegeven moment dacht ik, oh, dit gaat gewoon niet. Ik weet gewoon niet meer wat ik zeg. Maar dat was het hem uiteindelijk. Ja, dat wilde ik net zeggen. Waarschijnlijk leverde dat juist wat op, toch? Ja, dat was het dus. Je moet gewoon helemaal niet over nadenken. Je moet gewoon... Brabbelen. Ja, je moet gewoon je mond voorbij praten. Ja, dus dat was... Ja. Ik heb daar uiteindelijk... toen ik klaar was, dacht ik van... Hé, shit. Hé, wat naar, weet je wel. Ik denk, waarom lukt het nou niet? Yeah. En later dacht ik van... Je moet er niet zoveel over nadenken, juist. Dus gaan dat was... je leert er wel meteen van. Dus dat is wel weer mooi. Oké. Nou, dan bedankt Tobias voor al deze antwoorden. En wie weet wellicht tot de volgende keer. Ja, bedankt voor het kijken. Ja. My name's blurry face and I care what you think.